Hi, hi Maagd. Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 24 van maandag 11 juni tot en met zondag 17 juni. En als je de kaarten schudt voor de Maagd, wat de komende week staat te wachten, dan heb ik ook daarbij weer drie kaarten. Paardje van Staven, de Hierofant en de Koning van Zwaarden. Beste Maagd, het lijkt een week te zijn waarin er misschien wel een bepaald bericht komt waar je heel erg op gewacht hebt. Het kan ook een bericht zijn waar je misschien niet per se op gewacht hebt, maar waar je wel heel blij mee gaat zijn dat het bericht er eindelijk is. Je voelt je daardoor heel verbonden met andere mensen en het kan zelfs zijn dat je daar misschien wel iets mee gaat doen. Hè? Het kan zijn dat je misschien een studie gaat doen of in ieder geval het is een bepaalde verbondenheid met een persoon die je door het bericht gaat voelen. En je bent er ook wel heel verstandelijk mee bezig. Hè? Het kan zijn dat er bepaalde beslissingen genomen moeten worden. Allemaal door dat ene bericht wat je hebt gehad. Maar het is wel een eerlijk besluit. En je voelt je er ook gewoon eigenlijk heel prettig bij. Dus het is er gebeurt wel iets in je leven. Het kan ook best wel invloed hebben. Maar het is een positieve beslissing. Dit was het weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Dat kan in een persoonlijk berichtje. Of in een leuk berichtje hier onder de video. Ik zie je sowieso volgende week weer terug. Fijne week!